dacht me nou eens af, gaan we toenamevak berekenen van de exponentiële afgeleide door twee waarden. Bijvoorbeeld op tijdstip A heb je de waarde A, tijdstip B, ja, dan je toenamefactor is dan B maal A, geneemd door de macht 1 gedeeld door T2 min 1, of de wortel van T2 min 1 gedeeld door A. Bijvoorbeeld, op moment 1 heb je de waarde 8, op moment 3 heb je de waarde 32, wat is een toenamefactor? Wel, dan gaan we die exponentiële die A berekenen op de volgende manier. Hier, dit is A, uw B, ja, dan heb je B gedeeld door A is dan 32 gedeeld door 8 is 4. Ja. Het verschil tussen T2 en T1 is 3 min 1 is 2. Dan krijg je dus, dit is T1, T2. Dan krijg je in feite 4, A is een 4 tot de macht 1 gedeeld door 2. Dat betekent in feite de vierkantwortel van 4 is 2. Dat betekent een verdubbeling. Dit is A is 2, een verdubbeling. Ja, dat betekent je hebt een verdubbeling. Na periode 1 heb je 8, na 2 heb je 16 en na 3 heb je dan 32. 2, 8, 32. Tweede hoofd. Moment 2 heb je 64, moment 6 heb je 4. Ja, hier, dit is uw A, dat is uw B. Dan breek je B door A, is 4 door 64, is 1 zestiende. Ja, dit is een verschil van 6 min 2 zijn 4 eenheden, dat is 6 min 2 is 4. Dan uw A is dan 1 zestiende tot de macht. 1 zestiende tot de macht 1 vierde, ja, of 4 64ste, dan krijg je het witte voordeel uit 1 64ste. In 16e is 1 tweede. Dan krijg je een wortel, dus A is 1 tweede.